delen natuurlijk de chaos en de hectiek achter de schermen filmen. Maar die is er helemaal niet, want wij zijn professionals. Rust en kalmte en overzicht. Jammer, jammer, jammer. Ik speel de rol van prins Maurice. En dat is niet echt een beschaafde jongen, ook niet echt een beschaafde familie. Ik kom er altijd uit hier. Hij is niet alleen egocentrisch en ijdel, het is ook gewoon een laffe rat eigenlijk. Hele grote bek, heel klein hartje. Ga opzij, want de held van dit verhaal. Ik ben ook wel weer niet het type met een echte prinselijke uitstraling. Tenminste, de standaardprins op het witte paard en zo. Waar ik trouwens als de dood voor ben, is dan flikker ik het vanaf. Ja, iedere acteur wil op een gegeven moment de schurk spelen. Nou, daar heb ik totaal niet in mijn uitstraling zitten. Ik bedoel, als ik crimineel doe, dan gelooft niemand dat. Maar als ik nu deze intens ijdele en egocentrische jongeman, wat heet, mag spelen, dan vind ik dat dicht genoeg bij schurk komen om mij voldoende bevrediging te schenken. Frata! Stinkerbaf! Kladderaflats! Zo, hoe laat is het nu? Het is nu een uur voor aanvang. Ongeveer, ja. Ik ga toch gaan scheren. Maakt niet uit hoeveel er zitten. Iedereen komt met dezelfde intentie naar het theater toe. En heeft zoiets van, ik wil een goede show. Dus vind ik ook dat wij dat moeten doen. En verder wens ik iedereen heel veel toi toi met deze voorstelling. Nee! Dat is puur voor de camera. Soundcheck opening op het toneel. Soundcheck opening. Ook nog. Kom nou. There we go. Dat bedoel ik. Ah. Trouwens, ik heb jouw scheermesje nog. Wil je dat terug of zal ik het weggooien? Ja, oh, come on. Mijn kwastje moet er gewoon liggen. Wat is dat dan? Nou, dit is de grote, maar dit is de kleine. Die had ik toen ik een keer in mijn winkels ging doen. Dat was mijn vinger ook nog. Zenuwachtig, hè? Is het al zover? Het is 5 minuten voor aanvang. 5 minuten voor aanvang. Iedereen naar het toneel en schatjes naar de bank. Oh shit, ze zijn te laat! Ja, nee. Hoe lang nog? Nou, nog een minuut. Ja. Ik moet naar de andere kant. Oké. Okay. Ongeveer is dit, geloof ik, de 400ste voorstelling die ik nu doe voor Van Doornroosje. En het, als je me nou zou vragen, verveelt het niet? Nee, het verveelt eigenlijk niet. Ja, als je een rol zo vaak speelt, moet je oppassen dat je niet vervalt in routine. Geen twee voorstellingen zijn hetzelfde. Iedere avond moet je het wiel tot op zekere hoogte opnieuw uitvinden. Wat het toch spannend houdt, die rol, is dat als ik haar alleen maar slecht zou spelen, zou ze heel saai zijn. Ze moet ook wel humor hebben, want ze is geen mens, ze is een vee, maar ook als een mens heeft ze verschillende facetten, waaronder toch ook dat die boosheid ergens vandaan moet komen. Ze is niet zomaar slecht. Ja, je moet een soort gevoelscontact met de zaal leggen en de zaal is geen twee avonden hetzelfde. En op een gegeven moment wordt op een bepaalde plek altijd gelachen en dan denk je, nou zal die vanavond ook wel komen, dan komt die niet. Dus je mag nooit op voorhand ervan uitgaan dat dan iedere zaal hetzelfde reageert. Dus je moet altijd scherp en alert blijven. Geen dag is hetzelfde. Nee, vervelend doet het nooit. Gelukkig niet. We gaan tot met januari door en misschien zit er een verlenging in, dat hoop ik dan maar.
Ik hoop dat we na die verlenging nog een half jaar spelen. En daarna nog een half jaar. En daarna misschien gewoon nog een half jaar. Eigenlijk zou de musical hier staan door een roosje tot en met 18 januari. Maar we gaan hem verlengen. We gaan tot en met 24 maart gaan we de musical door een roosje gaan verlengen vanwege het succes. Het is verder een ontzettend leuke groep om mee te werken. Het zijn hele lieve mensen en dat is iedereen al opgevallen. En dat valt mij ook elke keer weer op. Dus het is een plezier om met ze te werken. En dat meen ik echt. Of we ooit zelf nog eens een keer zo'n musical zullen maken, dat is wel een grote wens van ons allen. Maar dat zit in de toekomst. Wie zal het weten? Het is een hele snelle verkleding, anders zijn we te laat voor het applaus. Zou toch lullig zijn, hè? Nee, ik heb het niet in de hand. Yes.